Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Plak Me Dan. En vandaag heb ik Jamila overgehaald. Hallo. Om in het pad te gaan. Dus jij moet straks allemaal balletjes proberen te ontwijken. Want hier nou heb ik een hele grote bak met allemaal balletjes. Nu blijft het plakken aan het pak. Denk het niet, nee. Hoe meer balletjes op je pak blijven plakken, hoe meer vragen of opdrachten je moet beantwoorden. Oh nee, oké, ik ga echt mijn best doen om het te plakken. Ja. Oké, nou ben je er klaar voor? Nee, niet helemaal, dat ik heet vandaag joh. En dan moet ik in het unicorn pak. Ja, ik ben er wel klaar voor. Doe een duimpje omhoog. We gaan voor de 1221 likes. Dus laten we maar snel gaan beginnen. Oké, nou ben je er klaar voor? Ja, ik ben klaar voor. Wacht, op de mond geven? Nee. Nee? Nee, voor 10 euro. 10 euro, nee. Oké, oké. Gaan we naar opdracht? Spannend. We gaan nu naar een opdracht. Laat je meest recente selfie zien. Oh, dit is mijn meest recente selfie. Oké, nou dan gaan we weer op naar een vraag. Welke gekke manier heb je ooit een hoger cijfer gekregen op school? Dus door welke gekke manier? Zo. Dat weet ik niet meer. Toevallig langs, hoor. Oh ja, gezellig. Hallo. Te spieken? Ja. Dat heb ik wel geprobeerd, maar het lukte niet helemaal. Ik dacht namelijk slim te zijn met topografie. Ik heb gewoon mijn blaadje met alle antwoorden onder mijn blaadje gelegd. Oh, dus dat is het. Ja. Maar ik durfde niet te checken. Dus ik kreeg, omdat ik niet geleerd had, had ik uiteindelijk een 3. Dus ik had alleen maar een lager cijfer gekregen. Oh. Dus nee. Oké. Lees je laatste verstuurde WhatsApp voor. Oké. Ik ga even kijken. Ik heb volgens mij een appje gestuurd naar de mensen in de merch. Oh, oké. Okay. Oh nee. Ik zei ja, precies. Oh, dat was het. Oké. Okay. Nou, dan gaan we door naar een vraag. Hebben we er? Oké, hier gehad. Oké. Nog één vraag. Ja, toch? Want je hebt er 5. Ja, oké. Wat zou je ooit in je leven willen doen, maar durf je niet? Oh, dat is een lastige, want alles wat ik niet durf, hoef ik nou ook niet per se te doen. Nee. Wat ik heel eng zou vinden, is bijvoorbeeld als je spreekt. Ja, daar zou ik ook even denken. Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. Nee? Jij? Ja, ik weet het niet. Nee? Ja, wel, maar ook weer niet omdat ik het zo eng vind, weet je wel. Oké, dan gaan wij samen gewoon een keertje bungee jumpen. Ja, is goed. Dat is hem. Dit was de video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer natuurlijk ook zeker op Tina TV. En ik ben ook heel erg benieuwd of jij wel eens een keertje hebt gespeakt. Als je het ons durft te laten weten, zeg het dan eventjes in de reacties hier onder deze video. Yes, en dan zien jullie de volgende keer weer. Doei!